Ding, ding. Ik weet zeker dat hij genoeg uit de erfgrens staat. Je vraagt mij elke keer om te knippen. En ook niet vragen, je commandeert het. Het is niet zo. Je hebt van niet te hoog, niet daar, niet daar. Nee, je moet het zo doen, zo doen. Zo zit je. Wilt u thuis ook rijdende rechter zijn en oordelen over de zaak? Pak dan nu uw mobiel of tablet en speel mee op live.ncrv.nl. Houd die hond vast. Houd die hond vast. Ik werd van dat antwoord erg pissig. Ik zeg, kom op, we kennen elkaar al zoveel jaar, joh. Hij heeft gewoon totaal geen idee wat hij aangericht heeft. Ik ga niet dreigen, dat... Niet te dicht bij elkaar. Al 6 jaar lang bakkeleien de buren mevrouw Elisabeth en mevrouw Fris over de coniferen op de oprit. Mevrouw Fris ziet de bomen liever gisteren dan vandaag nog gekapt worden, maar mevrouw Elisabeth wil daar niets van weten. En naast de bomen spelen er nog vele andere kwesties. De berkenboom, de schutting, de overspelige katten, karnemelk, kippenpootjes, kortom, meester Visser krijgt het druk. Aja. Dit is de conifeer waar het helemaal over gaat. Helaas heeft ze al de boel afgetopt, want hij was veel hoger. Hij kwam zelfs boven het dak uit. Kijk, ik zal het laadjes even weghalen. Dit is namelijk het gootje. Als het regent, ziet u ook hier de coniferstukjes nog. Want dit is eigenlijk het gootje. Dat doe ik even heel vies. En dit moet ik zeker minimaal 1 keer per week doen. Want mocht het gaan regenen, staat mijn balkon blank als ik dat niet doe. Na 6 jaar ben ik het gezeur of gezeik, hoe je het noemen wil, een beetje zat. Ik ben er klaar mee. Want mijn wortels gaan onder de oprit door. En mijn tegels gaan ook omhoog. Ik ben een perfectionist. Maar als je veel dingen te doen hebt en je kan de helft maar zelf doen, want dat vind je dus altijd zelf. Je wil alles zelf doen als je het perfect niet hebt. Dan wordt de helft gedaan en de helft, ja, die wordt voor je uitgeschoven. Opeens heeft ze de toppen eraf gehaald. Nou, ik noem dit niet aftoppen, dit is gewoon afgebroken. Het gaat mij eigenlijk om de schaduw voor de auto-standplaats direct naast. Ja, dat de auto niet zo kokend heet wordt, zomers, smiddags. En als ik de stammen nog mag behouden, dan kan er altijd nog wat mee gedaan worden. Of de klim op laten begroeien of iets dergelijks. Dan kan er toch nog schaduw behouden blijven. Dan ga ik jullie aan de achterkant laten zien wat ik bedoel met haar tuin. Ze begraaft hier alles. Bedorven vlees. Karnemelk. Ging ze een gat graven in de grond, ging ze het pak karnemelk leeggooien. Dan moet ik toch even lachen hoor, dan moet ik toch even lachen. Ik heb persoonlijk nooit eten in haar tuin begraven. Of in mijn tuin. De stankoverlast die wij van de zomer hadden gehad, het leek wel een vuilnisbelt. Ik ben er helemaal, maar ook werkelijk echt helemaal klaar mee. Ik heb tegen de jongen gezegd, toen stond er soep, die was te oud geworden. Vanwege de spreekwijze. Ik zeg, boor maar even een gat. Die boor ligt in mijn auto. Boor maar even een gat en doe dat maar even in. En nu begraaf ik al mijn eten in de tuin, volgens haar. Nee, die karnemelk zit hier. Ze commandeert alleen maar. Als je dingen... Ze vraagt niet, ze commandeert. En dan vraagt ze wel eens om te helpen om te snoeien. En dat doe ik dan met graag, met alle liefde. Maar dan is het... daar moet het zo, en daar moet het zo, en dit, en dat. En dan heb ik zoiets van... Hé, hey, als je dat maar zo goed weet, doe het dan lekker zelf. Nou, als iemand je helpen wil met even iets, hè. En zij komt erbij staan. En dan vertelt ze, begraaft al haar eten in de grond. Ze trekt ratten aan. Ze mailt elke dag met de rijdende rechter. Maar dat is 14 dagen geleden, hè. En ze geeft commando's. Dan loop ik maar weg. Ja? Dan loop ik weg en dan is het werk wat we zouden doen, is dat niet gebeurd. En dan vind ik het heel vervelend als er iemand komt om mij even te helpen, dat zij er zo tussen komt.
Dat vind ik heel vervelend. Het is een zeer eigen, wijze, excentrieke vrouw die denkt dat ze alles kan en alles mag. Het is op haar manier, haar wil is wet. Ja, wat is mijn wil dan wet? Dat ik te laat heb gereageerd met die bomen afzagen? Mijn kinderen noemen haar zelfs de boze heks. Zullen we nou beleven? Zullen we nou beleven? Waarom? Ik vind het heel erg dat mijn kinderen bang zijn voor de buurvrouw. Ik vind het super erg. Ze durven niet eens meer in haar tuin te komen om een bal te pakken, want ze zijn bang dat ze onder de beesten komen. Bang voor mij? Ja, nou gaat ze toch echt te ver, hoor. Ze gaat te ver. Ze is slim bij de tijd, ze manipuleert en ze is super knieperig, want ze weet precies hoe ze dingen moet uitzoeken en hoe ze dingen moet regelen. Het gaat niet meer om de bomen. Het gaat over andere dingen. En ik wil me daar niet goed over uiten. Het gaat over andere dingen. Het zijn de bomen niet. Rijdende rechten, mijn eis is dat de coniferen in het geheel worden verwijderd, dat de wortels onder mijn grond worden verwijderd, dat de oprit opnieuw betegeld wordt en dat deze berkenboom per direct weg wordt gehaald. Mijn tegeneis is, ik wil schaduw op de autostandplaats behouden of weer herkrijgen. Mijn tweede eis is een loopplankje voor de poezen van de buurvrouw, zodat ze niet meer van mijn trap gebruik hoeven te maken. Oh ja, en mijn derde eis is, ik wil graag weten of het tuinhuisje binnen de erfgrens is gebleven aan haar zijde. Welkom hier in Slot Zeist. Dat is nogal wat, dat is een behoorlijke lijst met eisen. Gaat het met u? Ik ben sprakeloos. U bent sprakeloos, ja? Ja, als iemand zulke dingen zegt. Ik zie echt dat het u raakt. Is het heel... Waarom doe je dat, Evelien? Dit speel je. Het is gewoon acteren. Ik ben al 6 jaar aan het discussiëren. Ik heb van alles aangeboden. Ik help je elk jaar met snoeien. Je commandeert, je begraaft. Je helpt me met snoeien? Nou, elk jaar hebben we zomer schoon. Maar heel even, want ik sta nu ook even perplex. U zegt, ze speelt het? Ja, ze speelt het. Mag ze even verder gaan over de zomer schoon? Elk jaar, ja. De buurt is jouw heg aan het snoeien, want er steekt 2 of 3 stoeptegels uit. Elk jaar doen wij dat. Ja? Jij doet nooit wat aan je tuin. Je onderhoudt je huis niet. Het ziet eruit als een kraakpand. Oh jeetje. Het is gewoon 1 grote rotzooi. Mag ik nu wat zeggen? Coniferen. Die snoeien het best tussen mei en september. Ja. Wat mij opvalt is dat u eigenlijk gewoon over de boom gaat praten, terwijl de hele lelijke dingen worden gezegd. Over u ook, dat u speelt, dat u de emotie speelt. Ja, ik ben sprakeloos als iemand zulke soort dingen allemaal zegt. Ze wil kennelijk een negatieve beeldvorming creëren. Oké. Okay. Dat gevoel heb ik. Ja. Waarom gaat het mis tussen u beiden? Wat maakt mevrouw denkt in u los? Dat ze alles kan maken. Ze kan beter op een onbewoond eiland gaan zitten. Daar kan ze alles gaan doen. Zo, want u zegt ze is slim. Ze manipuleert. Ze weet precies het spelletje te spelen. Maar als ik zo naar mevrouw kijk, dan denk ik, ja, dat speelt ze. Je moet gezien bij ons thuis op het balkon. Ben je wel gelukkig? Maar als u mevrouw Elisabeth zo hier in de studio zit, is dat een wezenlijk andere vrouw dan die u thuis ziet? Ja, heel erg. Evelien, hoor je mij hier iets zeggen dat jou kwetst of beschadigt? Nee, maar dat doe ik toch ook niet. Ik zeg alleen waar het op staat. Er is mij te veel beloftes gedaan wat niet nagekomen is. En ik hou mevrouw echt wel in de gaten, want ik weet dat ze ziek is. En als ik haar eventjes een paar dagen niet hoor, dan bel ik er heus wel dat ze niet dood is. Nee, u houdt wel een oogje in het zeil, zo bent u, ja. 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 Je moet niet aan denken dat iemand een paar dagen dood in het huis ligt. Bij wijze van spreken. Trouwens, ik leef dan niet echt, hè? Oh, oké. Okay. Nou, goed. Ga dan. Ja. We nemen die coniferen even met je mee. Goed. Het zijn nogal wat kwesties. En meester Visser neemt tijdens het locatiebezoek echt alle tijd om de enorme eisenlijst te behandelen. En dan heeft mevrouw Elisabeth ook nog last van een overhangende lat van een schuurtje.
Jacqueline Fris. Ja. Welkom. Dank je. Onze vaste test. Ach. Dag mevrouw. Ja. Nou. Ik zie het al. Het zijn nu geen coniferen meer. Nee, het is nu helemaal niks meer. Het is kunst. Dan ga ik even deze kant op. Ik ga je even meten. Even kijken. Ik zie hier dat deze vanaf het midden gemeten 50 centimeter van de erfgrens afstaat. Maar wat moet u hier nou nog mee met die dingen? Met dit, die stom bijvoorbeeld. Wat moet u hier? Oh, die is heel handig. Oh? Die wil ik niet kwijt hoor. Wat gaat u daarmee doen dan? Nou, dan kan ik mijn matjes tegenaan kloppen. Ja. En dan kan ik mijn fietsen tegenaan zetten. En laatst was er iemand met een hond. Die kan de hond eraan binden. Want waar moet je anders een hond aan binden? En deze? Nou, die wil ik graag bewaren. Om toch nog weer schaduw op de auto te krijgen. Ja, ja. Ja, mevrouw wil ook graag een klimoptrop hebben. Klimop? Ja, maar dat wil ik niet. Want ik weet, een klimop klimt overal tegenaan. Ja. Ja, ik heb gedacht, als die bij de balkongrens afgeknipt wordt. Nou, ja, maar wie knipt dat dan? Geen enkel probleem. En wie gaat dat knippen dan? Daar wordt wel voor gezorgd. Ja, daar wordt voor gezorgd. Dat zegt u elke keer. Dat zegt u al 6 jaar. Ja, nou ja. Nou, dat is het probleem. Ik ga je even, we gaan er even hiernaast kijken. Komt u allemaal mee? Meneer Kempers, de conifer, wat er nog van over is, gaat dat nog groeien? Of, Echt groeien zal die nooit meer. Maar als mevrouw deze takken er ook nog afhaalt, dan kunnen we... Ja, dan kun je ze helemaal afschrijven, want dan gebeurt er helemaal niks meer. Dan blijven de stammen staan. Dan die stammen dadelijk gewoon zitten rotten en dan is het eindelijk. En dan vallen ze vanzelf om. Ja. Maar, ja. En als de takken eraan zouden blijven zitten, wortelt die dan ook nog verder? Ja, hij wortelt wel weer gewoon verder. Ja, ja, zijn wortelgestel wordt steeds groter. Kijk, wat zo'n conifeer doet, is hij maakt wortels diep weg, waardoor hij zich vastzet. Dit zijn zijn dikkere. Nou, die dikkere die veroorzaken dat je tegels omhoog gaan. Dus in feite moeten die tegels eruit, alles moet omgespit worden. Ja. En dan weer terugleggen. En dan weer terugleggen. Ja. We gaan nu naar achteren. Als u voor de opstap. Ja, lukt het? Ja. Nou, dit is dus mijn stekkie. Mijn mooi tuintje. Ja. En het schuurtje. Dat schuurtje, dat heeft een bedrijf geplaatst. En ik heb gezegd, het mag niet over de grens zijn. En wanneer is dat geplaatst? In 2010. 2010. Ja, oké, gaan we van. Ik zie de heren van het kadaster. Heren. U heeft de achtergrens uitgezet, de kadastraal gereconstrueerd. Nou, 3 centimeter over de erfgrens. Ja. Maar het ging bij mevrouw, de buurvrouw, ging het hierom. Hierom? Ja. Nou, maar dat is jammer dat ze ongeveer hetzelfde zijn. Dus dit is dan, ja mensen, 2 centimeter. 2 centimeter! Wat is 2 centimeter? Dit punt? Dit komt, hier loopt de grens. Oh ja. Dit. Ja, en dan die kant? En die is het 3 centimeter. Oh ja. U dacht dat het meer was? Nou, het was een mooie gelegenheid om dit ook te bedden te brengen. Ja, ja. Nou. Ja toch? Nou ik hier toch ben, de berkenboom. Ik weet zeker dat hij genoeg uit de erfgrens staat. Bijna 5 meter. Oh ja, ik zit hier op bijna 5 meter. Ja, ja, ja. Nou, die is... Maar ik vind de berkenboom te hoog. Ja. En ik vind hem niet echt in een woonwijk meer passen. Nee. Daarbij is de afgelopen zomer veel begraven in de tuin waar wij door stankoverlast hadden gekregen. Hé? Bedorven voedsel of karnemelk werd erin gegoten of dat soort dingen allemaal. Is dat zo? Dat wij het gevoel hadden dat we niet meer binnen konden, buiten konden eten, want we zaten gelijk onder de beesten. En we leven op een vuistbelt. Maar u bent aan het lachen, dat is niet waar. Ja, zeg het maar. Ik bedoel, ik heb er foto's van, dus ik kan het u zo laten zien. Ze heeft her en der beweerd dat ik al mijn eten in de grond draaf. Ja, nou ja, je kan niks uitsluiten, maar het is wel, dat zou wel een merkwaardig gedrag zijn. Heb maar je bij je oren eten in de grond zien graven? Waar? Kippensoep, bordjes, alles. Oh, nee. Heb je mij persoonlijk? Samen met Gregory heb je dat gedaan. Ik heb het op foto staan. Nou, ik hoor het zeggen.
We gaan nu naar de uitgang. Dan was er nog een laatste ding. Want iemand wilde dat er een schutting vervangen werd. De heg staat normaal altijd zo. Wij snoeien hem regelmatig zelf met zomerschoon, één keer per jaar. Ja, ja. Van de week hebben ze zitten snoeien. En daarbij hebben ze haar hulpje tegen mijn schutting aangeslagen en geschopt. Dat ziet u hier. Hier. En het zit echt aan alle kanten los. En hier ziet u zelfs nog de vegen dat het kapot probeert. Waarom is dat dan? Dat mag u navragen. Toen hij een trap gaf, heb ik gezegd, ja jongen, dat gaat niet. Maar waarom, wegwezen. Maar waarom trapt hij? Uit boosheid? Omdat hij kwaad is op mijn verliep. Oh. Nou, een drang allemaal. Wij gaan naar de hoorzitting. Ja. En dan gaan we over de zaak praten. En dan is het vast droger dan nu. Ja? Het is duidelijk dat mevrouw Elisabeth en mevrouw Fris niet meer met elkaar door één deur kunnen. Maar wat vindt de buurt daar eigenlijk van? Evelien is zeer betrokken met de buurt. Dat merken we nu ook wel uit het feit dat ze de zaak aankaart hier om de verpaupering hier in de Varenstraat tegen te gaan. Elisabeth is onze oude huisarts. En ik kan haar omschrijven als een lieve vrouw die altijd veel tijd nam voor de patiënten. En wel ook zodanig dat de andere patiënten langer moesten wachten. Maar iedereen had dat er wel voor over. Mevrouw Fries, ja, dat is een hele vrolijke dame. En ik kan me heel goed voorstellen, ze heeft diverse pogingen gemaakt om het voor elkaar te krijgen, maar dat wil niet lukken. En op een gegeven moment ben je het echt zat. Mevrouw Fries is levendig, eigenlijk altijd buiten. Je hoort ze altijd ook wel. En over het algemeen heel redelijk. Ik vond haar sociaal in de omgang toen. En ze kwam ook regelmatig bij ons gewoon als buurvrouw even op de koffie. Of gewoon even langs, of een praatje als we elkaar tegenkwamen op straat. Ik was absoluut niet bang van haar. Nee, zo kwam ze ook helemaal niet over. Ze heeft het gevoel dat er gezocht wordt, iedere keer weer opnieuw naar een nieuw gegeven, om haar het onmogelijk te maken om zich prettig te voelen op die plek. Het is natuurlijk vreselijk als je op een plek zit waarvan je het gevoel hebt dat je niet welkom bent. Ik denk dat Evelien en Elisabeth zulke verschillende vrouwen zijn, dat ze op verschillende niveaus communiceren. Op het moment dat er een buur aan de deur staat, met een iets te hoge toon, van deze boom moet weg of dit moet dit, dan heb je ook toch, ja, dan gaat er iets fout. Ik denk dat het wezen is dat we ook zo geschapen zijn. Buren moeten ruzie met elkaar maken, een soort oerinstinct. Ja. Ja, een soort oerinstinct van buren. Mevrouw Elisabeth, ergert u zich eraan? Bent u boos, verdrietig, nou, teleurgesteld? Dat weet ik zelf niet. Daar weet ik zelf geen antwoord op te geven. Of doet u niks? Dat kan ook. Dat u zegt ik van denk, nou, het interesseert je gewoon geen ene moer. Ik denk dat je gewoon je gang nee? moet gaan. Nee, het interesseert geen ene moer. Ik heb al zo vaak gezegd, doe 's avonds laat de televisie wat zachter. Tot 3 uur 's nachts bel ik haar van mag de televisie zachter, want kinderen worden er wakker van. Ja. Er werd ook gezegd, de twee dames die zijn zo wezenlijk verschillend dat ze niet met elkaar kunnen communiceren. Ja, we hebben in het begin altijd een leuk en goed contact gehad. Ja. Ik kreeg ook appels van om appelmoes te maken, dat vonden we altijd hartstikke gezellig. Ja. Maar de discussie ging steeds verder door die coniferen. Ja. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet als er een programma is van de rijdende rechter en het gaat dan over coniferen en dan nog een paar dingetjes. Dat dit allemaal dan in het programma naar voren komt. Waarom niet persoonlijk eerst naar mij? Ja, ik ja. kan het niet goed begrijpen. Nee. Goed, tijdens de hoorzitting probeert meester Visser uit te vogelen waarom mevrouw Elisabeth de twee coniferen totempalen wil behouden. En u kunt nu hieronder in beeld zien wat de tussenstand is bij de thuisrechters die op het tweede scherm meespelen. Welkom, we zijn hier in Soest in de kleine Mellem. Ja, ik heb eens zitten tellen. Het aantal eisen over en weer. En dan kom ik op 10. Maar ik denk de belangrijkste kwestie die speelt, dat zijn de coniferen. Ja. U wilt dat die verdwijnen. Ja, daar heb ik ook nog wat foto's van. Hoe hij het voorheen... Hoe het voorheen was. Hoe het voorheen was. Hoe het vroeger was en nooit meer zal worden. Juist. Ja, maar ja. Het was mooier dan het nu is. Ja. Wat ik vandaag heb aangetroffen, dat was... Nou ja, mevrouw Elisabeth is van boven naar beneden gaan werken en u van links naar rechts. Ja, maar mijn probleem is nog steeds de wortels. Ja, ja mijn ervaring is dat als je gaat hakken en zagen aan bomen, dat het probleem niet wordt opgelost. Maar goed, waar we dus nu mee zitten,
Dat zijn een soort totempalen. Waar aan uw kant nog het een en ander uitgroeit. En daar bent u erg aan gehecht. Nou, het gaat erbij om dat ik graag schaduw wil houden op de autostandplaats. Ja, daarom was mijn idee waarom geen romantische bruidsluier aangeplant. Ja, die zijn ook heel mooi. Ze zijn mooi, ja, maar het is niet mijn. Nee, ik ben bereid om best een hechtje te plaatsen of dat soort dingen. Ja. Maar ik wil niet dat iets naar boven kan kruipen wat op mijn balkon. Ik heb dit alles allemaal graag. Ja, nee, maar dat wilt u natuurlijk niet. Maar mevrouw mag toch in beginsel de eigen tuin doen waar ze zelf zin in heeft? Jawel, maar verkeerd. Dan wil ik ook dat ze het onderhoudt. Maar dat gebeurt niet. Ja. Nou, dan spreken we af dat elk takje dat door jou gaat, dat je dat af mag knippen. Oh, dat mag ik nu in één keer wel. Maar wel op de grens, hè? Ja, prima, maar er komt dus op neer dat ik uiteindelijk elke keer aan het knippen ben. Ja. Geen bruidsluier? Nou, dan hoef ik over de Wilde Wingerd niet te beginnen. Gaat hij ook uitstoelen? Nou, de naam zegt het al, de Wilde Wingerd. Maar ja, wat vindt u van die wortels? Bij haar de tuin, ja, die ja, tegels. Dat is natuurlijk niet goed, hè? Als zij er last van wortelt. Ja. Maar nou wil zij dat u dat betaalt? Ja, daar zit ik me ook over te parkeren. Moet ik dat nou doen? Ik heb die bomen die geplant. Hm. U heeft wel het huis gekocht. En daar horen de bomen bij. Ja, en toen jij het kocht in 2000 stonden die woonden er ook al. Mag ik even iets over die bruidsluier? Is er niet in Soest een vorm van burenhulp dat een buurman zegt, nou, als die bruidsluier, dan knip ik dat een keertje even weg. Ik begrijp die, ja, maar ik begrijp de die hele angst buurt niet. Heeft al geholpen. Ook met de achterhaag. Hoe vaak wij elke zomerschoon dit moeten oplossen. De kinderen kunnen niet eens meer normaal fietsen. Wij zijn met elk jaar met zomerschoon haar gaan knippen. Ik knip ongeveer 2 keer per jaar bij. Wel, je vraagt mij elke keer om te knippen. En ook niet vragen, je commandeert het. Het is niet zo, je hebt van niet voor, zo, hè? Niet daar, niet daar. Nee, je moet het zo doen. Zo zit je. Van voor jaar was ik aan het knippen, het heeft ze aangeboden om te helpen. Ja, en dan sta ik er natuurlijk weer bij van. Ja, mevrouw, als ze je komen helpen, dan moet je natuurlijk niet een gegeven paard in de bek kijken. Nee, ja, ik doe altijd graag die dingen zelf. Maar we zijn dus eigenlijk, voor de kijkers thuis, inmiddels in de achtertuin aangekomen. Er is geen jaar voorbij gegaan dat ik niet gestoord heb. En ik wil eigenlijk beginnen met die dakrand. Van die schuur. Ja, hoe serieus is dat? 1,8 centimeter het latje. En 3 centimeter de dakrand. Dat is wisselgeld. Het is wisselgeld. Ja. Ja, maar we zijn hier niet om te onderhandelen. Ja, ik begrijp dat u handig bent met gereedschappen. Dus ik zou zeggen, nou, pak de zaag. Ja hoor, ik wil best wel een stukje afschuren. 3 centimeter eraf, opgelost. Ja, maar ik zie het nut er niet van in. Maar goed, oké, want ze is nooit in de achtertuin. Ja, om vlees te begraven, maar meer niet. Ja. En de berkenboom. Die staat 5 meter van uw. Ja, maar wees eerlijk, hij is erg groot. Ja, maar om welke reden zou ik nou mevrouw kunnen verplichten om die boom om te hakken? Nou, ze kan in ieder geval toch snoeien? Ook al maakt ze hem kleiner. Ja, maar dat helpt niet, want die komt dit volgende jaar dubbel zo hard door. Maar ze zegt zelf, die boom mag van mij weg. Ja, weet je, met die buren die nu komen, komen weer nieuwe buren. Ja. Als die per se die bomen weg wil hebben, nou, maak ik geen probleem mee hoor. Maar dat ik het over jou weg moet halen. Nou, kom jij dan elke dag vegen bij mij? Ik denk het niet. Ja. Maar goed, je kunt ook in Amsterdam Zuidoost gaan wonen. Dan hoef je nooit bladeren te vegen. U woont in Soest. Ja, ik ben al uit Amsterdam gekomen. Ik ben juist hierheen gegaan. Precies, dan kom je naar Soest toe. En Soest en bomen. Nee, maar bij mij is het gewoon opstapeling geworden. Jaren aan het lijntje gehouden worden. Afgelopen zomer niet meer buiten kunnen eten. In verband met de overlast van stank, ongediertes. Ja, zij vertelt in de buurt. Dat ik al mijn eten in de grond begraaf. Nou, niet alleen ik, de hele buurt heeft het gezien. Nou, Evelien, ik vind dit toch wel erg kinderachtig hoor. Kippenkluifjes, bananenschillen, mandarijnenschillen. Nee hoor. Ja hoor. Nee hoor. Ja hoor. Absoluut. Zeker weten van wel. Weet je waar die... Ik heb het allemaal gezien. Ik heb zo'n compostvat. Ja. Daar zijn ze ingegaan. Ja, ik gooi ook wel eens een leeg kopje of een kopje thee wat ik niet meer wil of koffie zo in de tuin in, maar... Maar ja, carnaval is misschien niet zo'n goed idee. Het zit in de grond, diep in de grond. Ja. Waarvoor heeft mevrouw geen containers? Dat weet ik niet. Ik, maar je bent toch verplicht, als je een huis hebt, heb je toch containers? Ik heb containers. Ik heb containers. En waar staan die dan? Want je gooit alles in een blauwe container, die voor papier gebruikt wordt. De buurvrouw zegt dat u de gewoonte heeft om etensresten in de tuin te begraven. Dat zegt de buurvrouw. Nee, ho ho ho, helemaal mijn gewoonte niet. Dat is gebeurd toen ik een bedrustkuur had. Ja. En toen is dat
te lang je hebt wel lang bedrust kuur. Maar laat me vast even uitleggen, want ik snap het niet helemaal. Wat voor kuur? Ik had 6 weken een bedrust kuur vanwege hernia-klachten. Ja. Wat ondertussen al 6 jaar duurt. Maar we hebben wel overlast van de stank gehad. Ja. Dat we gewoon buiten dus niet meer konden eten. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Maar u heeft 3 katten, als ik over een ander onderwerp mag beginnen. Ja. Ja, die komen ook in mijn tuin. Ja, bij mij ook. Die doen ook wel eens wat. Ja, bij mij ook. Die doen vaak bij wat. Ja, maar daar zijn ze katten voor. Katten ken je niet, zijn geen honden. Maar mevrouw, even, u zegt heel veel last van de buurvrouw. Nou is er een punt, 3 katten, waarvan de buurvrouw zegt, die lopen bij mij het huis in. Maar is dat misschien iets te makkelijk om te zeggen van, ja hallo, zo zijn katten nu eenmaal? Nee, het is niet te makkelijk om te zeggen, maar ik bedoel, ik heb ook wel eens katten, als ik mijn schuif bij hoofd heb, die niet van mij zijn, die ook binnenkomen. Ik bedoel, katten zijn al eenmaal nieuwsgierig. Ja. Ik kan ervoor kiezen dat je katten weg moet halen. Ja, maar ja, zo kunnen we het balletje maar dat horen. Maar dat is een grapje hoor. Nou ja. Nee, wat ik bedoel is natuurlijk, je kunt ook altijd wel met de vinger naar een ander wijzen, maar als ja, ik wijs hem. Kijk, bij mij. We hebben nu eenmaal last van elkaar. Omdat we allemaal bij mij was de wonen. Eerste discussie was gewoon de coniferen. En ja. Toen kwam mevrouw in één keer met het. We moeten een trapje maken voor de katten. Nou, ik jij weet zeker. Komt met karnemelk en met. Omdat mevrouw over het kattentrapje begon. Nou, ik sluit de hoorzitting. En ik zie u binnen niet al te lange tijd terug in Slotzeist. En dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. U begrijpt dat meester Visser een zware taak heeft om over dit enorme eisenpakket van beide partijen te beslissen. Heeft u nou ook een zaak waar een luchtje aan zit of heeft u een heel ander probleem met de buren? Meld u zich dan nu aan. U kunt ons bellen op 0900 1301, maar u kunt ons ook nu mailen via onze website. En de mensen die op het tweede scherm hebben meegespeeld, daarvan ziet u nu de uitslag. Maar er is er maar eentje die echt weet wat er moet gebeuren. Hier is meester Visser. Er zijn een heleboel eisen die ik moet bespreken, dus daar begin ik dan maar mee. Ja, de belangrijkste, de coniferen. De normale, natuurlijke ingroei van boomwortels moeten buren in beginsel van elkaar dulden. Het periodieke verwijderen van die wortels en het aanvullend herbestraten is eveneens voor rekening van de buur die daar last van heeft. Dus de coniferen van Elisabeth of wat daar nog van over is, hoeven om die reden dus niet weg. Echter. Partijen hebben die coniferen inmiddels zo vernield dat het eindresultaat, gelet op de redelijke eisen van welstand, niet meer aanvaardbaar is. Dat betekent dat de coniferen inderdaad weg moeten. Maar op gezamenlijke kosten van partijen die deze bomen ook beide hebben vernield. De berkenboom. Ja, die mag blijven staan, want het enkele feit dat die hinder oplevert is onvoldoende voor een gedwongen kap. De achterhaag. Die steekt uit over gemeentegrond. En dat gaat Fries juridisch gezien dus helemaal niets aan. Het is de gemeente die daar tegenop kan treden en niet Fries. De dakrand. Nou, die steekt inderdaad iets uit over de erfgrens en dat is onrechtmatig. Maar of Fries gedwongen kan worden om die dakrand in te korten, dat hoef ik niet te beantwoorden, want dat wordt helemaal niet geëist. Wat ik heb begrepen is het enige wat Elisabeth wil is dat ik vaststel dat de lopende verjaring wordt gestuit zoals dat heet. Nou ja, dat is ook zo. Dus Elisabeth heeft nog 20 jaar de tijd om verwijdering van die dakrand te eisen. Nou, ik zou zeggen, wees er gelukkig mee. Ik denk nou ja, de katten. Onvoldoende is gebleken van onaanvaardbare kattenoverlast. Samenvattend moeten de coniferen aan de voorkant weg. Mag de berkenboom blijven staan en heeft Elisabeth nog 20 jaar de tijd om actie te ondernemen tegen de overstekende dakrand. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Dank u wel. Dat was een hele lange uitspraak. Wie wil het eerst reageren? Nou, ik ben blij dat de coniferen weggaan en de wortels gaan lekker onder mijn pad vandaan. Dat, daar was dat het ook was om te doen. Dat was mijn belangrijkste doel. Ja, precies. Ja, ik vraag me nu af. Als je bomen molesteert en dan geeft het geen mooi aanzien meer. Dat ze dan daarvoor weg moeten. Nou ja, u heeft het gehoord. De uitspraak is nu dat ze weggaan. Ja. Dan sluiten we het hierbij af. Dit was De Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Dag.
Is dat leuk? Dat je dan wat je dan echt doet? Ja, met het bedrijf heeft ze het ook niet. Met het bedrijf heeft ze het ook niet mooi gedaan hoor. Van jou. Wat? Iedereen is anders. Gelukkig wel.